wij noemen het eigenlijk een beetje, ja, een soort, ja, gypsy jazz noemen wij het eigenlijk. Ja. Gypsy swing. Ja. Ja. Zoiets. Ook een beetje in, dus het begint steeds meer in gemêleerd. Iets te worden, dus een beetje Django en een beetje American Songbook en een beetje de modernere jazz. Dus het is niet meer de traditionele ouderwetse gitaarmuziek als die het eerst was. We doen dadelijk in de theaters, ook met Rob van Bavel, heel andere dingen wat de mensen van ons gewend zijn. Want we hebben toch de naam Rosenberg en ja, het zijn toch onze familie en Moses, zijn broer, die in de Rosenberg trio zit. En de meeste mensen als ze ja, naar Rosenberg horen, denken ze toch gelijk aan de Rosenberg trio en gelijk naar de muziek wat Rosenberg trio doet. En wij proberen daar ook juist vanaf te wijken, zodat wij toch ook onze eigen identiteit creëren dadelijk. Dat is iets waar je mee opgegroeid bent en dat blijf je je hele leven ook doen. Alleen je gaat nieuwe stappen ondernemen om ja, naar de mensen toe te komen, snap je? Je probeert de modernere kant op te gaan. Bijvoorbeeld nu doen we ook dingen waar ik in zing. Dat hebben we ook nog nooit gedaan. Toch proberen zo breed mogelijk het publiek aan te pakken. Dus je gaat toch ook nieuwe dingen doen uiteindelijk. East of the sun and west of the moon, we build a dream house all of there. Ja, zeker. Ja, de Django loopjes en dat, ja, dat blijf je je hele leven houden. En dat, ja, en dat raak je ook nooit meer kwijt. Maar in de moderne liedjes en zo, ja, dan komt dat toch wel weer terug in die liedjes. En ook aan de moderne kant, dan hoor je toch wel die Django dingen, toch ook wel. Je moet wel hard repeteren en zo. Als je veel repeteert, dan leer je heel veel van. Het gaat geen dag om en dat ik niet speel, zeg maar. Kleine clubjes te blijven spelen, maar dingen die je meemaakt zoals reizen en naar andere landen gaan, dat maakt het echt waard om een muzikant te zijn. Gewoon met je gitaartje de halve wereld rond, ja, beter kan je het niet hebben.